Mara in the building. Ja, ja. Oh shit. Easy man. Pow, 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 Matty. Dit is Marve Emnes. Het is je boy Easy Man, you don't know the thing. Vandaag kijken jullie weer naar een gekke aflevering van Easy Man GoPro. Ik ben met de enige echte Marve Emnes. Als jullie niet weten wie hij is, volg hem, want hij is echt gruwelijk. Slot, Emnes, met links. Of toch maar met rechts. Of toch maar met links. Met links! En hij maakt hem! Het is 3-2 voor Sparta! Ongelooflijk wat Feyenoord hier overkomt op het kasteel. Gekke acties, gekke doelpunten. Ik ken hem persoonlijk, gewoon van vroeger en van nu. Ik zie hem heel vaak op tv, maar vandaag is hij hier met mij en we gaan gewoon ervoor. Ik wil zijn skills zien, alles gaan we doen. Easy Man GoPro. Ja, we zijn hier op Snellemanplein, Marvin. We gaan wat skills doen sowieso. Maar ik wil ook weten hoe het met je precisie is. Want je hebt hier heel veel mensen kapot gemaakt. Maar vandaag wil ik kijken of je op de lat kan schieten. Kan je dat? Dat is voor mij geen probleem. Oké, let's get it, man. Grote gezeik. Dam. Ja, toch? Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. It's your boy Easy, man. You don't know the thing. Yeah. Drie of drie. Bro. We gaan naar de team, hè? 1-0. Je weet het toch? Oké. Nu ben jij. Ja, maar onderkantje laat, man. Easy man, je weet het toch. Skur! Ja. Eentje voor de eer, alleen maar love. Eerste challenge, Easy Man heeft gewonnen. You don't know the team. Ja, we zijn aangekomen bij challenge nummer 2. En dat is de skill time. En hiervoor kan niemand winnen. Alleen het publiek kan beslissen. Maar dat maakt voor mij helemaal niet uit. Ik wil jullie gewoon laten zien dat we ook skills hebben. Want je kijkt naar Easy Man TV. Dus Mara, we zijn hier bij Skill Time. 30 seconden of hoeveel skills je ook hebt. Laat wat kleins zien. Want vroeger, ik weet van jou, je hebt mensen gestuurd naar Den Bosch. Maar vandaag zijn we op je oude plein. En ja, ik weet dat jij sowieso een legende ben op deze plein. Daarom zijn we hier. Dus ik wil wat skills van jou zien. En dan laat ik ook wat skills van mij zien. En ik wil snelle afwerken. Oké dan. Mara in the building. Ja. Oh shit. Easy man! Pow, 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 Matty! Dit is Marve Emnes! Mensen thuis! Marve Emnes! Geloof me!
Ja man, hey, je hebt me niet teleurgesteld, hey, maar je skills zijn wel echt on point man, on fleek man. Hoe dan? Hoe ben je stiekem doorgegaan met die skills? Wat heb je gedaan al die tijd? Weet je wat het is? Ik kijk vaak naar Jane en al die mannen, YouTube. Af en toe voor training wil je wel eens wat leuk proberen. En je ziet het, het is er nog steeds. Ja man, love man. Love, mijn broer, thanks. Love man. Oké, nu is het easy man time. Snelle skills. Ready? 3, 2, 1. Nu gaan we naar challenge nummer 3. Challenge nummer 3 is de shootout challenge. De regels zijn: we spelen tegen elkaar 1 tegen 1. Als je elkaar voorbij komt en je scoort in de lege goal, heb je 1 punt. Als de verdediger de bal 1 keer aanraakt, dan is het kruis. Je weet het toch? Dus wie gaat eerst beginnen? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Ja, toch, mentaal, broer. Mentaal. Ready? Nee! Ah! 1-0. Oké. Easy, man. Hey! Ja. Man! Eva. Hij is te erg, man. Hij is te erg. Oké. Dames en heren, mensen thuis, niet te vergeten, hè? We zijn op zijn plein. Pas op. Oh, 4-2. Ja. 4-3. Matchpoint voor Mara. Matchpoint. Check het gewoon. Taal binnen. Damn! Lekker man. 1, 2, 3, 4, 5, 2, Marvin NFL, Instagram, volg het. Ja. Zoals je al ziet, eerlijk wonen, love en respect. Ja man. Maar brada, je hebt het nog steeds in je. Goeie speler, man. Je hebt het nog steeds in je. We zijn buiten adem, maar we gaan door. We moeten door.
Easy man, Panna koning. Marvin Emnes, profvoetballer. 3, 2, 1. Nog steeds, 0-0. Ik zie je afvoer zo, je weet zelf. Hey. Ah. Hey, nee. Ja, ja. 1-1, ik zeg je. Marvin Emnes. Te erg. Maar het is nog niet gedaan. We hebben een kleine verlenging van 1 minuut. Wie als eerste scoort, die heeft gewonnen. Had me een paar keer bijna. Je moet scherp blijven in deze gang. Je ziet het. 3, 2, 1. Oeh, bijna terug. Ja, ja. Ja, man. Alleen maar liefde. Je weet hoe je het doet. Dikke SO naar Marte MS, nummer 11. Je dan door de team. Je weet het zelf. Zo zie je maar weer. Jay en Dus, de enige echte Panna koning. Ja man, ik heb je sowieso gevolgd. Ook tegen Feyenoord. Hoe je in de blessuretijd ook brokken maakte. Je scoorde. Je hebt volgens mij de winnende gescoord als het goed is. Dus Nu kan je over zulke dingen praten. Het was een topwedstrijd. Ja, die avond daarvoor was ik gewoon gezellig in zwingclub. Ja. Ik weet niet of mensen dat kennen.
gewoon een lekker Surinaamse feestje. Surinaamse feestje, ja toch. Ik was daar lekker tot heel laat, was ik gezellig aan het doen. Mensen kwamen naar me toe van, Mara, ga naar huis, je moet morgen prettig varen. Ze gaat, komt wel goed, maak jullie niet druk. Kijk, op een gegeven moment ga je lekker in je vel zitten, dat dingen ook meewerken. Dus ik dacht, weet je, ik heb een goede race, gaat een mooie wedstrijd worden. Ik mag wat moois neerzetten. En ja, de wedstrijd begon. Het was een gekke wedstrijd ook, en diep in de zure tijd. Ik kreeg die bal rond de 16, ik had Jonathan de Guzman nog bij me. Die even een broodje gaan eten, denk ik. Het was een mooie goal. Slot met een goede bal op Emnes. En dit is hoe goed Emnes kan voetballen. Hij kiest uiteindelijk zijn linker en jaagt hem in de bovenhoek voor de 3-2. Dat is een mooie goal van Essen naar Jonathan. Hey Jono, sorry man, maar... Ik heb even de verkeerde kant wel, hè? Grote gezeik. Ja, dam. mooi man. Ja, dus nu was je in Engeland. Je speelde voor Middlesbrough. En ja, daar heb ik je ook nog gevolgd. Hier en daar gekke acties, gekke doelpunten ook. Daarna maakte je weer een gekke switch. Je hebt opeens veel transfers moeten maken, want... Dat is zo. Maar weet je, het is in de voetballerij, als je het goed doet, dan komen goede dingen op je pad. En transfer naar Swansea was echt... was beautiful, man. Ik bedoel, van Swansea is echt een familieclub ook. Ja. En tot de dag van vandaag, ja, speel je nu opeens in Turkije. Bij hoe heet die club? Akhisarspor. Hou op, man. Ja, Akhisarspor. Dingen kunnen heel anders lopen. Maar toch? Ik had het nooit gedroomd, maar je ziet het. Maar je houdt van voetbal, dat zit in je hart, weet je. Dus, altijd zo blij. Dus ja, man. Wel gruwelijk, man. Alleen maar liefde, man. Lach. Ja, broer. Ja, man. Je bent goed bezig, man. Ik een shout-out. Jane Doest. Je ziet het, hè. We zijn op positieve dingen. We zijn met Marvin Emnes, nummer 11. Je dan de team. En ja, hij gaat zo meteen gewoon lekker dampen, hoor. Ja. In zijn gekke auto. En hij gaat me naar huis brengen. Sowieso, easy, man. Sowieso. Nog een shout-out naar Jane, man. Thanks for that. Ja, man. En niet te vergeten, like en subscribe mijn YouTube-kanaal Easyman TV. Klik op het belletje. Dan weet je zeker dat je gelijk op zaterdag een video kan checken. Dus be on the lookout. Aanstaande zaterdag weer een gekke video. En... op naar de volgende Easyman GoPro. Sowieso volg Marvin Emnes op Insta. Marvin Emnes 11 aan elkaar en dan laat wat leuks achter als je wilt. Je weet zelf, man. Verplicht, maar het zou wel leuk zijn. Ja, maar laat zeker ook heel veel reacties achter wat je van deze video vond. Wil jij, noem maar op welke speler ik moet benaderen. En ik zal mijn best doen om dat voor elkaar te krijgen. Dus tot de volgende keer. Easy.